plaats waar ik telkens vrede vind. Staat achter de wolken. Ik laat me leiden door de wind. Ben nog steeds een kind van mijn vader. Opgestegen door de wolken vanaf Schiphol en weer neergedaald met elkaar in het land van Cambodja. Aan de grens van Vietnam, een van de allerarmoedigste landen ter wereld. Een reis met teer en we mochten logeren in de sloppenwijken en in een tweede dorpje aan de rand van de grens met Vietnam. Rijstvelden, prachtig weer, arme mensen. Elke keer als zij hun rijst wilden verkopen, was de koopprijs laag. Jongeren trokken weg, maar één kerkje. Een moestuin, geïnitieerd door het kerkje. Een spaargroep, geïnitieerd door dat kerkje. Toiletten gebouwd, geïnitieerd door dat kerkje. En wij sliepen bij de dominee op het erf. Een schouder groter dan de mijne. Waar mijn tranen op verdwijnen. Ik hou me vast aan één gedachte. Later zal ik bij u zijn. Ik heb een hemelshuis. Ik heb een hemelshuis. Ik heb een hemelshuis. Ik geef je hart een woning. Het was op een ochtend werden we wakker en we waren een beetje stijf ons aan het uitrekken. Want wij, ja, blanke Hollanders waren gewend om op keurige matrassen te slapen. En zij hadden ons de luxe gegeven om op een matje te mogen liggen op de veranda. Wij diep dankbaar, maar wel enigszins gebroken wakker worden. Het was weer een prachtige ochtend en die ochtend was iets georganiseerd, we wisten niet wat. Maar op een gegeven moment kwamen er een stuk of 15, 30 kinderen, 2 aan 2, dat erf op gemarcheerd. En om dat verhaal te vertellen, heb ik even een vrijwillige nodig. Even iemand. Wil jij even helpen? Dankjewel. Kom er even bij staan. En ze hadden, al die kinderen kwamen dat erf op. En ze hadden stoelen klaargezet. Dus die kinderen werden één voor één op die stoelen gezet. Wij mochten daarachter plaatsnemen. Kregen een handdoek in onze handen gedrukt. Moest zo een beetje over die schouders heen. En die kleine zwarte kopjes. En moesten dat hoofd een beetje achterover drukken. En zo, dat we een beetje nat maken. Ik doe dat nooit, hè. Ondertussen, dat is vaker thuis. Staan die kinderen dat haar te wassen. De luizen springen zo een klein beetje heen en weer. Deze is aardig schoon. Keurig. Een beetje shampoo erbij. Wij wisten ook niet hoe vaak dit gebeurde. Maar misschien gewoon alleen als de blanke mensen langskwamen. Ik weet het niet. Maar sta je daar het ene na het andere kind de haren te wassen. De
kinderen in het volste vertrouwen. Af en toe een beetje shampoo in de ogen, rode ogen, een beetje huilen, verwijtend kijken. Maar het ging allengs beter, weet je, bij de eerste drie denk je, nou. Maar het ging goed. Uitspoelen, keurig. Het was een bijzonder moment dit. En we dachten, dit is wel echt speciaal dat dit ons overkomt. Half jaar later vertrok Trinity ook naar Cambodja. Hartstikke leuk, zei ook ongeveer een beetje naar dezelfde plekken. En wij keken naar de uitzending daarvan, uitgezonden op tv. Wat schetst onze verbazing? Precies hetzelfde dorp. Precies dezelfde veranda. Precies dezelfde serie kinderen die aankomt lopen. En die ook daar met z'n allen de haren gewassen worden en de nagels geknipt. Zo bijzonder waren we niet. We waren klaar. 15 tot 30 kinderen waren de haren gewassen, de nagels geknipt, de rouwrandjes eronder vandaan gepoetst. En ze mochten weer weg, dus we vroegen hen om op te staan en te vertrekken. Dat deden we nog niet. Maar de vrouw die dat een beetje leidde, die pakte mij bij de hand en zette mij op de stoel. Ging daar zelf achter staan en begon mijn haren nat te maken. Ik dacht, wat overkomt me nou? Ik dacht dat ik hier kwam om te helpen. Dat ik hier kwam om mensen te verzorgen, te kijken wat ik kwam doen. En nu worden mij hier de haren gewassen. Ze pakt er een beetje shampoo bij. En begint mijn haar in te zeepen. Ik denk, ik kwam hier toch iets doen en nu ik word hier verzorgd. En eigenlijk is dat al het thema van deze hele reis. Dat wij hier verzorgd worden door mensen die we toch kwamen helpen. Hoe zit dat nou? En de avonden dat wij bij elkaar zaten, en we praten ook gewoon over onze eigen sores thuis. En denk ik van, ja, wie is hier nou arm? Deze mensen hebben zoveel hoop, zoveel geloof, zoveel liefde. En wij komen hier eigenlijk inspiratie halen in plaats van dat we hier inspiratie en hulp aan het brengen zijn. Ze begon mijn haar uit te spoelen. Tot al die shampoo een beetje verdwenen was. En ik realiseerde me één ding. Wij waren daar gekomen om te helpen, maar ook met een gat in ons eigen hart. Die armoede was niet zo verschillend. Zij hadden, ik heb je zo nog even nodig. Zij hadden een gat in hun eigen hart, of in hun eigen omgeving. Wij hadden net zo goed een gat in ons eigen hart. En we hielpen elkaar. We hadden elkaar heel hard nodig. Dat hele onderscheid viel totaal weg. En daar realiseren we zijn samen en belangrijk. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemelsheiligdom. Waar gij staat voor Gods gezin, kom wees in de harten dit. Kom o troosten Heilige Geest, zachtheid die de ziel. Kom verkwik in zoet en mild, rust die alle onrust til. Licht dat vol van zegen is,
zijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Geef ons vreugd die niet vergaat. Ik realiseer me dat dit even gaat duren als ik iedereen bij langs moet. Dus we hebben bedacht dat we eigenlijk net zo goed elkaar dan even de handen kunnen wassen. Als we er toch zijn. Dus ik wil... Wil je even naar voren komen? Ja, kom even hier staan. Dus als jullie straks, blijf er even bij. Als jullie straks het flesje water willen pakken. En de hand van iemand, ik wijs zo aan hoe je dan die verbinding maakt. En de hand van iemand... En zo een klein beetje water erin gieten. Flesje neerzetten. En dan vol aandacht. Dus niet even snel. En dat gaat niet om de ander. Dat gaat om dat je je de handen laat wassen. Alsof het misschien wel God zelf is. Dat is het symbool, dat is het teken. En je de handen wast. Zoals Jezus ergens in Matthäus 25 zegt. Jullie hebben me gekleed. En mensen zeggen, wanneer dan? Nou... Op de Justice Conference, ooit. Weet je nog. Dus neem de tijd, pak even het flesje onder je stoel. En ik zou je willen vragen om dan iemand voor of achter je te kiezen. En gewoon in alle rust en stilte zijn geen woorden voor nodig. Alleen focus op die handen. En elkaar de handen gaan wassen. Hou het stil. Ga het even doen. Ga het even staan. Kies iemand voor of achter en zorg dat niemand alleen zit. Maak desnoods een drietal. En in aandacht. Overstroom ons door domein. Maak weer zacht wat is verstaan. Je mag erbij gaan staan als dat makkelijker is. Verkilde hart, heel de ziel die is. Probeer er niet bij te praten. Leidt wie zelf de weg niet vond. Sta ons met uw liefde bij. Dat ons einde zalig zijn. Licht dat vol van zegen is. Schijn in onze duisternis. Neem de harten voor u in. Geef ons vreugd die niet vergaat. Dit was onze manier om jullie aan elkaar voor te stellen. Omdat voorstellen en elkaar ontmoeten helemaal niet hoeft met woorden. Wij verstonden heel weinig. Wij verstonden heel weinig van de mensen in Cambodja. Maar alle communicatie die gebeurde via het wassen van de haren, via het geven van eten, via het samen door het dorp wandelen en samen vieren, was heel erg duidelijk. Die verbinding was er gewoon. Jullie hebben die vandaag ook met elkaar meegemaakt. Zegen in het ontvangen en in het geven.